Dit is de omvormer. Hier kan ik precies op uitlezen wat ik produceer per dag met de zonnepanelen die op het dak liggen. Kijk, hier staat wat hij produceert, wat hij in totaal heeft geproduceerd de afgelopen tijd. We willen het om een groot aantal redenen. Ik zal me beperken tot een tweetal. En het eerste is dat wij ondertussen in de gaten krijgen dat energie een hele kostbare gaat worden in onze samenleving. Dat is een van de grootste componenten in de woonlasten. En de tweede reden is dat wij in Brabant, dat is typisch Brabant, wij innoverend zijn en al die innovaties op die manier ook willen omarmen. Hier in de muren zit muurverwarming. We hebben dus geen cv's in huis, dat is wel ideaal. Er zit wel één nadeel aan, je mag niet in de muren spijkeren. Ik denk dat het juist op dit moment uitermate belangrijk is om dit soort concept op de markt te brengen. Kijk, die woningmarkt lijkt op slot te zitten en lijkt ermee bedoeld te zeggen, er is heel veel latente vraag. Als je naar onze bevolkingsgegevens kijkt, dan zie je dat er elk jaar op dit moment eigenlijk 10.000 woningen gebouwd zouden moeten worden. Dat gebeurt niet om een aantal redenen die we vanuit de economie wel kennen. Maar eigenlijk zit dus die vraag gewoon op dit moment in de markt. We staan hier bij het dakraam. Het is een heel leuk onderdeel van het huis. 'S Avonds gaat hij dicht om de warmte dus binnen te houden. En in de ochtend gaat hij weer open om de zon binnen te laten. En in de zomer is dat anders. Daar is het net andersom. Mijn verwachtingen zijn hoog. En dat betekent dat elke innovatie als het ware echt moet ondersteunen vanuit de provincie. Dat hebben we ook gedaan en dat blijven we ook doen op allerlei verschillende momenten. Iedere keer weer zorgen dat het proces wordt aangejaagd en uiteindelijk de markt, de consument het laat overnemen. We hebben door het hele huis driedubbel geïsoleerd glas. Dat merk je absoluut meteen. Het isoleert natuurlijk een stuk beter als wat we gewend zijn met dubbel geïsoleerd. En ook qua geluid. Nu hoor je eigenlijk dus helemaal niks van buiten. Doe je het raam open. Het is nu stil, maar dan hoor je pas het geluid. Ik denk dat de Brabantwoning alweer zo'n voorbeeld is waar energie en duurzaamheid en innovatie bij elkaar komen. Absoluut een huisplus. Gewoon heel, heel prettig om hier te wonen en ook op een goede manier bezig te zijn met de toekomst. Ja, vind ik heel belangrijk.